De schorsing van EBS-directeur Bin Permisser is teruggedraaid. Dit besluit is vandaag genomen op een buitengewone bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de EBS. Permisser was zaterdag jongstleden geschorst door de RVC van het energiebedrijf. Aangezien de staat als enige aandeelhouder van de EBS niet gekend is bij het nemen van dit besluit, is Permisser in zijn functie als directeur van de EBS hersteld. Aan de voorzitter en de leden van de RVC is gevraagd hun portefeuille ter beschikking te stellen. Tijdens de vergadering van aandeelhouders is verder het besluit genomen om Andoje Rusland te benoemen tot de nieuwe president-commissaris bij het bedrijf en Sonny Tjutkan en Ronald Panza wederom te installeren als leden. Intussen is er overleg geweest met de vakbond en de genomen besluiten nader toe te lichten. En zijn er duidelijke instructies gegeven ter verbetering van de werkverhoudingen. Aldus een persbericht van het kabinet van de president.